Maar ik hoor ook dat eigenlijk wederom steeds hetzelfde patroon wordt gevolgd. We gaan niet naar de oorzaak, nee, klopt, we gaan een leuke oplossing zoeken. Ja. Namelijk seks met een ander. Ja, het is symptoombestrijding. Ja, ja. Dus als je alleen maar hoofdpijn hebt omdat je niet genoeg drinkt, je hebt heel veel stress, gooi maar een pilletje tegenaan, want dat werkt dan op dat moment. Ja. En dat is helaas de tijd van nu. Want als jij de oorzaak wil bestrijden, dat kost gewoon heel veel tijd. Ja, dus dat uitstapje is op het moment zelf even een blinddoek voor en het probleem bestaat niet. En kom je terug en dan zit je eigenlijk weer in hetzelfde verhaal, maar dan erger. Want je hebt nu ook nog twee levens gecreëerd voor jezelf. Ik geloof er niet in. Ik geloof niet in op die manier. Voor mijn gevoel ontwijk je gewoon het probleem. Ja. Hallo lieve kijker en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Just a Match Talk hier op YouTube. En in deze aflevering zoeken we antwoord op de vragen: waarom wil de moderne vrouw steeds meer een open relatie? Waarom is daar die behoefte om toch steeds een nieuwe sekspartner te hebben? Wat zijn de gevolgen van onze keuzes? En wat zijn de gevolgen als we dus niet meer monogaam willen zijn, geen kinderen meer willen krijgen en als het spermakwaliteit van de man achteruit gaat? Dit en nog heel veel meer in deze aflevering van Just a Match Talk. En ik zit weer aan tafel met Mabel en Jeremy. Mabel, jij bent eigenlijk de reden waarom we dit onderwerp gaan bespreken. Oh, okay. Want jij hebt ons in onze groepsapp ons geappt. Zo van, kijk even naar het programma op televisie, op de EO. Ja, klopt. Want ja, daar gaat het notabene bij de EO. Daarom, ik denk dat dat ook de trigger misschien was. Ik zat in ieder geval lekker op de bank even te zappen en te kijken. En toen kwam het programma langs van This is the Question, geloof ik. Hè? Dat is de kwestie, inderdaad. Dit is de kwestie. Ja. En dan ging het over polygamie, ja of nee. En toen dacht ik eerst, soms ga kijken bij de EO, denk ik, nou ja, even kijken of ik afhaak of niet. Maar het bleef interessant, het programma. Waarom? Nou, omdat degene die het onderzoek of die het programma leidde, interviewde, die was sowieso serieus met die vraag bezig. Dus het was niet een sensatieonderwerp. Ze maakte er geen sensatieonderwerp. Ze was werkelijk nieuwsgierig. Ik vond dat ze best goed kon interviewen. Ze stelde wel echt vragen door, ging ook doorvragen. En ze ging verschillende mensen vragen. Dus ik bleef maar kijken, omdat ik elke keer nieuwsgierig werd. Oké, dat is dat type. Ja, natuurlijk zal wel, hè, denk je dan als eerste. Maar ze ging verschillende types vragen. En toen dacht ik, oh, dit is interessant om beter naar te luisteren. Ja. En ik vroeg het mezelf natuurlijk ook af. Hoe zit dat? Ja. Het was zo frappant, omdat, nogmaals, dat is wat de reacties ook zeiden, van als de EO al dit soort onderwerpen gaat maken, waar zijn we dan gebleven? Snap je? Omdat de EO staat voor evangelische omroep. Daarom, dus ik dacht, het is super gekleurd die richting op. Maar dat was het niet. Ik was wel verbaasd eigenlijk. Ja, in het artikel staat ook, monogamie is al eeuwenlang de norm in relaties, maar uit onderzoek voor Dit is de Kwestie, dat is het programma, blijkt dat een kwart van de Nederlanders vindt dat het normaal is om een open relatie te hebben. Is monogamie verouderd en maken open relaties straks de dienst uit? Nou, dat is dan de vraag die ze stellen in dit programma. Ja, en dan vraag ik mij ook af, dan kijk ik ook meteen naar Jeremy, niet dat je de gegevens hebt, maar een kwart van de ondervraagden, stel dat de ondervraagden tussen de 20 en de 30 zijn, dat is nogal een verschil als dat een kwart van de ondervraagden tussen de 20 en nou, de 70 zijn. Dat vond ik dus ook. Dat vind ik dus sowieso heel vervelend. Van dit soort dan roepen ze dat. Maar inderdaad, een kwart van de Nederlanders van 18 jaar of ouder. Maar goed. Wacht even, je gaat even dingen door elkaar halen. Volgens mij, de kwestie is dat ze een claim maken, is dat een kwart van de Nederlanders vindt het normaal om in een open relatie te zijn. Maar verder zie ik wat jullie hebben opgeschreven staat, is dat een kwart van de Nederlanders van 18 jaar verouderd is op dit moment vrijgezel. Dat betekent dus niet per definitie dat ze dan dezelfde mensen zijn. Nee. Dat. En hij zegt van de ondervraagd geeft 71% aan een monogame relatie te hebben. En 4% zegt een open / polygamie relatie te hebben. Polyamoreus, sorry. Ja. Dus ik weet niet helemaal waar de kwart vandaan komt. Ik denk dat het gewoon een vertalingsfout is. Of van iets te snel doorheen gekeken. Nee, maar ja, dat triggerde ons natuurlijk wel van, zou dat echt zoveel zijn? Nou, dit is wat mensen vinden. Maar wat mensen uiteindelijk doen is heel iets anders. Hè? Ja. Dat blijkt wel uiteindelijk. Nee, maar volgens mij is
klopt de kwart gewoon niet. Ik denk als jij zegt, je moet, dan zou zeg maar, dan zou of van dus 71% van de mensen zou het, nou, ik vind het gewoon raar, zeg 71 heeft dus een monogame relatie en 4% is dan open, maar wat is met het andere percentage dan? Zeg maar, die is dan vrijgezel, maar prima dat je single bent, maar ben je dan op zoek naar een open relatie of naar een monogame relatie? Dat wordt nog helemaal niet. Dus het is een beetje een rare, maar goed, ik heb het, ik zou eigenlijk het onderzoek daarbij in zijn geheel moeten zien. Ja, en dat is inderdaad wat je dus niet te zien krijgt. Je krijgt dus niet te zien van de leeftijdscategorie, hè, tussen welke leeftijd ze het hebben gevraagd, maar ook niet het percentage mannen en vrouwen. Dat is ook nog een groot verschil. En dat is ook een groot verschil, want als we dan kijken naar het programma, nog even uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 7 Nederlanders, dus 14% eigenlijk best wel een open relatie zou willen. De groep die daadwerkelijk een open relatie heeft, is veel kleiner, namelijk 4%. Ja. Maar een kwart van de Nederlanders vindt het normaal om een open relatie te hebben. En 19% is zelfs van mening dat monogamie niet meer van deze tijd is. Dus we hebben wel allemaal een mening, maar uiteindelijk wat we doen is nog... Ja, ik vind het raar. Ik weet gewoon niet zo goed waar die cijfers op gebaseerd zijn. Is dat ze zeggen dat 1 op de 7, die denkt er dan wel eens aan. En dan vraag ik me ook af, nou, je moet ook nog gaan definiëren van wat is dan een open relatie natuurlijk weer. Of hoe werkt polygamie in dat opzicht als je het vanuit een evolutionair perspectief bekijkt? Nee, ze hebben het echt over polyamoreus. Dus je hebt gewoon verantwoordelijkheden. Zeg maar. Nee, polyamoreus wil gewoon zeggen dat je meerdere sekspartners hebt. Ja, okay. Punt. Dus je gaat niet vreemd. Vreemd gaan is... Nee, maar je gaat ook niet onderhouden. Want dat is met polygamie, heb je, neem ik aan, ook de plicht om... Nee, polyamoreus, dat zien we ook bij dat vrouwtje, dat cabaretvrouwtje. Die heeft een polyamoreuze relatie met een man en met een vrouw. Ja. Dus het is een soort van vaste relatie met meerdere maar mensen. Dan met drie. Okay. Met meerdere mensen, ja. Ja. Ik was wel nieuwsgierig naar hoe het werkte. Daarom heb ik ook zitten doorkijken. Van wat, waarom doen die mensen dat? Wat gaat er, kunnen ze dat? Waarom kunnen ze dat? Vinden ze het ook echt leuk? Gaat het goed? Daar was ik gewoon heel nieuwsgierig naar. Ja, en dan krijgen we vervolgens een aantal mensen te zien. Ja. Ik neem er een paar met jullie door, waar we doorheen naartoe willen gaan. Ik wil beginnen met Kokkie Drost. Kokkie Drost is een hele bekende relatietherapeut. Binnen in ieder geval... evangelisch landschap. Oh, okay. En de relatie van Kokkie was ook de enige normale, monogame, traditionele relatie die we te zien kregen in dit programma. Ja, ze zat met man en kinderen heel keurig aan tafel te ontbijten en zo. Ja, ja, ja. Maar ze heeft zo'n rare voornaam, dus daarom dacht ik, hè? In verhouding met haar beroep. Dus ik dacht, ze heet zo echt. Kokkie, inderdaad. Ja, zo dan moet ik denken aan Peppy en Kokkie. Maar goed, laat maar doorgaan. Ja. Maar Kokkie zegt, mensen zeggen ook vaak, we hebben hele goede afspraken en weten precies tot hoe ver we moeten gaan. Maar heel vaak merk je toch dat het alsnog tot gedoe leidt, dat er jaloezie is. Dus dat is één ding wat ze ziet. Dus mensen zeggen het één, maar in de praktijk leidt het toch tot een bepaald gedrag waar we dan niet mee om kunnen gaan. Ja, en zou dat dan, ik weet niet of je daar later pas terug wil komen, maar zou dat zijn omdat we nu in een maatschappij leven waarin het eigenlijk not done is om een grens bij de ander op te leggen? Ik denk wel dat het invloed heeft. Ik zal het zelf weer omschrijven met korte termijn tegenover lange termijn denken. En in combinatie met dat gewoon veel mensen geen zelfreflectie en zelfkritisch kunnen zijn, is dat daarom... het wordt maar afgeschoven op de maatschappij. Dus wat je in de lange termijn creëert, is als je deze factoren, denk ik dan, zou combineren, is dat je mensen eigenlijk op de korte termijn is het een goede dopamine hit. En dan creëer je meer ervaring. Op de lange termijn beschadigt het je. Maar omdat we niet aan worden geleerd van, goh, misschien zijn de keuzes die ik heb gemaakt toch niet zo heel goed. En zoals Jordan Peterson het altijd precies goed zegt, is van dat elke keuze die je maakt heeft een ripple effect. Straalt het uiteindelijk uit in je maatschappij en dan worden steeds meer mensen gaan van het padje af en gaan andere mensen de schuld geven. En ik denk misschien ook wel, wat ik alvast kan zeggen hierover, is dat het misschien ook een oplossing is, omdat we nu in een tijd zitten waarin commitment en verbindenis zeg maar al veel verder te zoeken is. Sowieso dus, een moeilijk begrip dus is, ja. Je kan zeggen van
als man zijn, waarom gaan mannen hier dan mee akkoord, terwijl we in andere podcasts of in artikelen of in Mens Held het over de gezondheid van de man hebben? Ja, de man pakt wat hij pakken kan, dus die accepteert het maar, omdat hij dan in ieder geval een vorm van intimiteit hebt. En waarom, als je dan ook weer kijkt naar OnlyFans of naar Twitch streamers, die dan vrouwen zijn, is omdat toch heel veel van die jongens een vorm van een connectie zoeken. Dus dan maar liever een connectie dan helemaal geen connectie. Ja. En hoe dat zich in de lange termijn uitzit, ja, dat technisch gezien weten we dat niet. Want je zit er nu middenin, zeg ik altijd. Ja. Je kan niet, maar je kan wel trends zien. En je dat, kunt ook logisch nadenken. Als je vanuit verbinding denkt. Jawel, maar je gewoon even losstaan van meningen, gewoon puur objectief, denk ik dan, wat het meest objectief is, is dat je trends kan zien die meer negatief zijn dan dat ze positief zijn. Als wij accepteren met elkaar is van dat we zeggen dat het concept bijvoorbeeld van liegen is iets wat niet goed is, maar uiteindelijk doen we het wel met z'n allen. Ja, maar dan, het is toch fijn om een norm te hebben, dat je een beetje zelf weet dat je liegt. Ja, maar ja, dat, die norm is helaas al lang wel even verdwenen. Ja. Begint te verdwijnen, heb ik het idee. Ja. Terug naar Kokkie. Wat Kokkie ook zegt, is het wordt vaak als laatste redmiddel ingezet. Ja, dat vond ik een hele mooie uitspraak. Omdat de vraag is, wil je graag polyamoreus of heb je eigenlijk problemen met het duo waar je in zit? Ja. En dat vond ik wel mooi dat ze dat zei. En die vraag werd totaal niet gesteld in deze hele aflevering niet. Er werd nergens gevraagd van, maar waarom zit er bij jou die onrust om met andere mensen seks te hebben als je een man hebt die van je houdt en die voor je zorgt? Die stap werd eigenlijk overgeslagen. En wat zijn dan de gevolgen en hoe doe je dat dan en wat voor effect heeft het? Totaal niet. Ze zegt, ik heb het te vaak ellendiger zien eindigen dan hoe het begon. Een open relatie kan op korte termijn misschien heel leuk klinken, maar op lange termijn zorgt het vaak voor gedoe. Ik denk dat als je er procentueel op in zou moeten zetten, dan zeg ik, begin er niet aan, want het is bijna gedoemd te mislukken. Ja. Wel even bij de man-vrouw, hè, trouwens. Ja, maar wij hebben het over man-vrouw. Ja, precies, maar als je luistert en je denkt, man-man is misschien anders. Nee, dat is wat... Maar dit gaat over man-vrouw. Ja. Dan legt ze wel uit dat de factoren van een traditionele rolverdeling, die spelen niet meer zo'n grote rol. Dus dat je trouwde vanuit financiële zekerheid of omdat je bij een gemeente hoorde, een kerkgemeente hoorde of wat dan ook. Dat is wat er steeds wordt gezegd, hè? Er was vroeger geen liefde. Dat hebben wij in onze vorige aflevering ook al een beetje tegengesproken. Van, nou, luister, dit is hoe we zijn geschapen met deze hormonen. Dit is hoe het werkt. Hormonen worden aangemaakt op het moment dat mannen en vrouwen elkaar zien, voelen, aanraken, et cetera. Dus er is altijd sprake geweest van een liefde, verliefdheid, als je ook de oude geschiedenisboeken kijkt. Dus daar ga ik, denk ik, van moi. Maar wat wel een feit is, inderdaad, als we teruggaan naar voor de jaren 60, inderdaad, het was inderdaad vanuit financiële zekerheid dat mensen elkaar opzochten. Ja. Nu zegt ze, en dat is wat Esther Perel en alle goeroes ook zeggen, nu trouwen mensen vanuit het romantische element, vanuit liefde. We zijn op zoek naar geluk in die relatie. En dan is het lastig om bij die ene persoon alles te vinden. Ja, want we willen niet alleen romantiek, maar we willen ook ontwikkeling en ontplooiing. Dat jij met de ander het beste uit jezelf haalt. Dus niet alleen maar romantisch, maar ook nog alle andere vlakken. Ja. Dus en goede gesprekken, intelligentie, uitdaging, avontuur, alles moet in die ene persoon zitten. Ja. Dat verwachten we dan. Ja. Daar steven we op af. En maar ja, dat is dus ook het onderliggende probleem van die open relaties. Want als jij alles verwacht van jouw partner, die kan daar sowieso niet aan voldoen. Dus wat zeg je dan bij jezelf? Nou, ik krijg niet genoeg van mijn partner, dus dan kan ik het gewoon bij andere partners opzoeken. Ja, dat is dan het gevolg. En zo creëren we met elkaar zo'n open landschap. Maar dan zegt zij, en beweren zij van, is dat erg, is dan de vraag. Ja. Ja. Maar ja. Maar dat wordt niet gedefinieerd dan waarschijnlijk. Nou ja, ze zegt wel, uiteindelijk gaat 4%, bij 4% maximaal lukt het. Ja. En dan, ik weet niet of de lange termijn, maar in ieder geval kort en middellang. 4% middenlang doet het. Die 4% zit doet het inderdaad. Ja, ja. En ze had dat, aan het einde was dat meisje met die man en die vrouw samen.
die zeiden wel, het is er niet voor iedereen weggelegd, want je moet het kunnen en eigenlijk kan bijna niemand het. Wat betreft met elkaar rekening houden, zeg maar, en jaloezie en aandacht en verdeling. Nou, ik denk dat het grootste component is, er zijn twee dingen. Er wordt nu een soort van zwart-wit claim gemaakt. Dus vroeger was het uit een vorm van verplichting en tegenwoordig is het uit een vorm van de romantiek. Ja. Ik denk dat mensen het heel lastig vinden om voor te stellen, is dat misschien, ik zeg niet dat het zo is, maar gewoon de gedachtenis al van dat misschien het uit verplichting en uit een, wat is duty? Dat is een verplichting, ja, toch? Ja, uit een verplichting, ja. Zeg maar, en dat je een bepaalde eer hebt, dat je dat zeg maar, dat beter werkt in de lange termijn dan zeg maar het romantische component. Ja. Ik denk dat, dat we in deze tijd wel heel erg arrogant zijn geworden met dat wij, of misschien zelfs het Westen, weet het beter dan bijvoorbeeld de mensen in het Oosten, omdat wij zogenaamd meer ontwikkeld zijn. En dan vraag ik me af, oké, maar wat laten de resultaten dan nu zien, zeg ja. maar. En voor nu af aan, nou ja, als je claims maakt dat datinglandschap moeilijk is geworden, ja. als je ziet dat mensen meer aan de antidepressiva zitten, met name vrouwen, dat is heel erg toegenomen, is van dat er best wel veel correlaties liggen tussen van, we zijn steeds vrijer geworden, maar er komen ook steeds meer mentale issues aan, zeg maar. Ja. En dat is iets wat ik heel weinig hoor. Ja. En kijk, ik vind het gewoon wel jammer is dat het vaak een beetje in het aan de oppervlakte blijft. Is dat er heel weinig, er wordt gewoon heel veel ingespeeld op de emotie van ja, maar het moet mij goed doen laten voelen. En dat is denk ik echt een luxe wat de mens heeft in West-Europa in en in Amerika. En, ja, dat is het Westen. En in de armere landen of derde wereldlanden heb je gewoon die keuze gewoon eigenlijk niet. Dus dan ga je veel meer hoe jouw instinct werkt te werk, als het ware. En wat ik ook nog wel frappant vind, is dat men spreekt volgens mij met name puur over het seksuele component. Dus niet het verantwoordelijkheidscomponent. Ja. En gezien ik nog wel wekelijks verhalen in de Bijbel zeg maar lees, en gewoon van het begin begonnen thuis. En dan, als je het hebt over het hebben van meerdere partners, wat met name in de oudheid, met name de man had, meer vrouwen. En er zijn wel uitzonderingen geweest. Bijvoorbeeld in India was volgens mij wel een land waar dan het zo gevaarlijk was, zeg maar. Dus dat meerdere mannen beschermen dan één vrouw. Andersom. Dus dan heeft die vrouw, als het ware, meerdere partners eigenlijk. Maar in de essentie is het wel zo, is dat als een man dan destijds meerdere vrouwen had, of slavinnen dan, de slavin van de vrouw waarmee die is, hij moest voorzien voor hun alle vier of alle vijf, whatever. Dus er zit niet alleen een component van lust aan, er zit ook een component aan van ik kan op die manier meer kinderen krijgen en ik ben verantwoordelijk voor hun allemaal. En dat is wat je hier wel mist. Dit is gewoon puur gebaseerd op, lijkt het, alleen op de lust. Ja. Puur op alleen maar van, ik wil eigenlijk misschien kijken van, waar kan ik nog steeds het beste mannetje vinden of vrouwtje vinden? Want, nou ja, ik had voordat we hier gestart hadden, liet ik dat stukje lezen van in het paper van, volgens mij was het David Bass die het had gezegd, maar waarbij in de essentie, het komt uit Evolution of Human Made Choice bij David, Gary en nog een paar mensen van de University of Missouri. Daar zeggen ze in principe ook, van dat de vrouw op zoek is naar een monogaam, naar marriage, een betrouwerij noemen ze dat destijds, maar wel met een rijk, sociaal dominant en fysiek aantrekkelijke man. Dus eigenlijk een man die al het gehele plaatje heeft. En ook als ze dat destijds niet kon vinden, dan ging ze het zoeken bij meerdere mannen. En als je dat dan ook weer meeneemt in het vriendschapspodcast waar we het over hadden, is dat vriendschap van nu is een relatief nieuw concept, zeg maar. En dat eigenlijk ons biologisch instinct, ons partnerselectie het vaak gaat overnemen onderbewust. Vind ik het aan de ene kant ook niet zo raar, is dat vrouwen dit misschien nu meer willen, is omdat er is ook bijna geen één man goed genoeg meer. Als we het dan hebben over de dating apps. Hè? Dus het is wel, mensen proberen van er is een probleem ontstaan, maar mensen proberen het nu op te lossen. Maar ik zie toch best wel verschillen. Ik zeg niet, ik weet niet 100% wat de waar bewijs van is, maar ik zie wel verschillende invalshoeken als ik dit aspect meeneem en dit aspect meeneem, denk van, ik snap wel waarom zo wordt gereageerd. En dat is gewoon puur vanuit een zo objectief mogelijke invalshoek. Hier zit geen mening, geen emotie bij mij in. Ik zit gewoon te kijken van puur van, maar als ik deze informatiebronnen allemaal met elkaar meeneem, dan lijkt dit wel de rode draad te zijn in het verhaal.
Nou, die ene blonde dame, die daar die komen man we nog had. Op, ja? Ja. Ja, daar komen we zo nog op. Ja. Eerst langs de drie jongeren die ze spraken. Drie medewerkers die bij de EO werkten, bij de EO Platform. Twee meiden en één jongen, waarvan de twee meiden openstaan voor polyamorie, dus voor open relaties. Ja. Daar komt weer die uit, want zegt ze, ja, ik denk dat als je jezelf gunt, dat je mag voelen en kijken, dat het ook minder interessant wordt om bij de buren te kijken. Dat is hoe mensen... Jonge mensen. Vrouwen die seks willen met meerdere mensen, die moeten een overtuiging hebben om zichzelf goed te praten van, daarom is het goed dat ik het doe. Dat heeft ook nog een naam, kom ik op terug. Ja. Moreel goed praten. Exact, snap je? Ja, maar dat is toch ook weer hetzelfde. Ja, dat is het verschil tussen... Kijk, ik denk dat er zoiets is, dus van je hebt een vorm van intelligentie, dat je iets meemaakt. En dan kan je op een objectieve, rationele manier terugkijken en zeggen van, dit was niet goed. Maar je hebt ook mensen die er al doorheen zijn gegaan. En dan kun je dat noemen we dan, ik weet niet wie dat meer zijn, maar de vorm van wijsheid, dus dat je leert van de fouten van anderen. Maar omdat er tegenwoordig en dat wordt ook gewoon voor de mensen die studeren. Toen ik ging studeren bijvoorbeeld, wordt ook gezegd van, exploreer, je moet alles doen. Ja. Dus je hoeft niet meer te kijken naar hoe andere mensen je zijn voorgegaan. Want jij moet alles zelf ervaren. Nou, ik vind het prima als je het allemaal zelf wil ervaren. Doe je ding, maar kom niet over 10 jaar dan hier wijzen van huilen en aan iedereen de schuld geven. Maar dat is en de je kern. Je kan niet de schuld geven. Nee, maar dat gebeurt wel. Ja. Dat zien wij. Dus dan komen mensen naar ons bureau toe en dan is het altijd de schuld van de ander. Ja. En dan denk ik van, ja, maar luister, jij wilt, dit is de consequentie, je moet het goede met het slechte nemen. Jij wilt zoveel ervaring opdoen. Jij wilt het universum weten. Dan moet je ook weten hoe je met het universum moet omgaan. Sommige mensen kiezen ervoor van, weet je wat, ik hou het lekker klein, ignorance is bliss en ik heb minder gedoe. En heel veel mensen willen maar ervaring dit, ervaring dat. En ik zie wel gewoon, dus wel een anekdote, maar misschien dat je dit zelfs ook wetenschappelijk zou kunnen onderzoeken, is dat je gewoon hoe meer ervaren mensen zijn, hoe moeilijker tevreden te zijn. Ja. Nou ja, je klimt op in je dopaminegebruik eigenlijk, want je gaat dingen ervaren en je denkt, hé, er is nog meer en je gaat klimmen. Je gaat steeds verder klimmen, want je gaat meer ontdekken en onderzoeken. En dat betekent ook dat je tegen jezelf moet zeggen, wanneer stop ik, of wanneer is het genoeg, of wanneer ben ik tevreden eigenlijk. Je kan wel doorgaan, maar zijn mensen nog steeds tevreden met wat ze gevonden hebben? Nou, en dat is de onderliggende vraag van dit hele vraagstuk. Nou, het is ook heel moeilijk, want als je alle coaches, als er heel veel coaches en gurus zijn die ook alleen maar dat benadrukken, van je moet je goed voelen en heb zelfliefde en wees autonoom en wees... Ja. Kijk, uiteindelijk, tuurlijk moet je in een bepaalde mate moeten we autonoom zijn, maar uiteindelijk, en dat blijft Jordan Peterson's beste uitspraak, vind ik gewoon, van de ripple effects die je hebt, van de keuze die je maakt, alles heeft een ripple effect. Het is uiteindelijk is van elke keuze die je maakt of niet maakt, uit je naar je medemens. En dat in de lange termijn kun je daardoor een heel groot effect creëren. Ja. En daar staan mensen, lijkt het gewoon niet zo bij stil. Nee, als je dan ook die jongen ertussen hoort, Joshua, die meiden zijn al 25 of zo en Joshua is 29. Joshua zegt, ik moet er niet aan denken een open relatie te hebben. Een paar jaar geleden dacht ik wel van, is dit het nou monogamie? Maar ik zit er nu al best wel lang in de relatie en ik heb het gevoel dat ik er zoveel meer uithaal als ik dus niet iemand daarbuiten heb. Als je in een relatie zit, dan heb je een bepaald gevoel. Dat gaat dan dieper hè, dan met een keer dan net naar bed gaan of een schaal of wat dan ook. Ja, ik zie het ook als een spier. Je moet een spier ook blijven trainen. Ja. Anders gaat hij ook slap worden. Dus inderdaad, hoe dieper je gaat, hoe mooiere dingen je kan vinden. Ja. Maar de maatschappij van nu is wel erg oppervlakkig. Hè? Ja. Het moet instant gratification. En geluk is echt een woord, het woord. Terwijl je bent niet gelukkig. Je gaat naar geluk toe. Je groeit naar geluk. Je werkt voor geluk. Komt het geluk Het probleem is een beetje, denk ik, met... En dit wat ik vanuit een andere podcast al gehoord is van dat je ook niet... geluk of gelukzaligheid moet nastreven. Nee. Omdat het wordt gebonden aan van als ik rijk ben, dan ben ik gelukkig. Ja. Maar ja, wat is rijk? Zeg maar. Als bijvoorbeeld je zoveel miljoen hebt en op een gegeven moment wordt het leven zo duur, is dat die miljoen eigenlijk in verhouding minder waard is geworden, dan moet ik nog meer hebben. Dus er is geen grens, zeg maar. Dus in die zin, als jij zeg maar jouw geluk laat afhangen van eigenlijk iets wat op zichzelf staand al niet vast is, maar constant fluctueert, dan ga je het nooit halen. Nee. En heel veel mensen zeggen dan van ja, enjoy the journey, zeg maar. Maar
Geluk is... Kijk, laat ik het zo zeggen. Er zijn gewoon goede tijden en slechte tijden. En als jij daarin jouw geluk vindt, zeg maar, het positieve eruit kan halen, dan denk ik dat je nog een redelijk iets tastbaars hebt, waardoor je wel gelukkig kan blijven. Dus zelfs in slechte tijden, dat je dan nog kan zeggen van, nou, maar ik ben nog steeds met wat ik heb gelukkig. Maar het tevreden. Wordt tevreden. Ja. Maar mensen binden gelukkig zijn aan iets wat altijd beweegt en altijd verandert. En daardoor hou je dat geluk niet. Nee. En daardoor worden mensen gewoon onrustig. Ja, maar dat zegt de jongen ook. Hij zegt, vroeger settle je er. Dat was normaal. Nu zijn het de opties die steeds voorbij komen. Dus dat woordje settle heeft een hele negatieve connotatie gekregen. Ja, tuurlijk. Want je groeit niet, je exploreert niet, je gaat niet naar buiten. De wereld is groter. Dus je krijgt het gevoel met settelen van, oh, maar ik doe niet meer mee. Ik ga niet meer meedoen. Dat gaat het oproepen daardoor. Omdat iedereen om je heen beweegt en allerlei avonturen beleeft, bij wijze van spreken. Vertellen ze natuurlijk niet de donkere kant van. En dat wat je nu noemt is wel belangrijk, hè, inderdaad. Want onderzoek laat wel zien, inderdaad. En de spreekwoorden die zeggen het ook heel duidelijk. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Dus dat wil zeggen, je moet heel erg oppassen wie jouw kring is met wie je geeft. Ja, want dat wordt je norm. Want dat wordt je norm. Als jij altijd als vrouw met vrijgezelle vriendinnen omgaat, ja, dan ga je denken, waarom ik niet? Dan blijf je daarin hangen. Ben je getrouwd en je gaat met mensen om die gescheiden zijn, is kansonderzoek wijst het uit dat jij een jaar later ook gescheiden bent. Ja. Dus het is superbelangrijk met wie omring jij je. Ja. Maar dat zeggen ze ook in, volgens mij, Stephen Speak zegt dat, Louis Perry, ja. Esther Perel, iedereen, elke relatietherapeut die zegt dat ook, is van je kan beter met een, als je vriendenkring uit alleen maar ook getrouwde mensen bestaat, zeg maar, is de kans gewoon beter dat het slaagt. Dus omdat die mensen, die zullen je ook zullen je ook kritisch benaderen. Kan ik ook uit eigen ervaring spreken, is dan als ik naar mijn vrienden toe ga, die ook al meer dan, die zit ook in 5 tot 10 jaar relatie, dan is ook, die durven gewoon ook kritisch te zijn naar jou als vriend. En als jij inderdaad zit bij mensen die alleen maar vrijgezel zijn, die praten alleen maar, ja, eigenlijk praten ze je gewoon mee om jou ook in hun leed misschien wel, zeg maar, mee te nemen. En dat is gewoon het hele giftige eraan, is van dat mensen elkaar mee willen nemen in het giftige nou, van vrouwen het met name. Ja, ik misschien vrouwen in de zeker relatiegebied. Ik neem het maar algemeen, want ik zal misschien bij bepaalde manieren ook bij mannen kunnen voorkomen. Ik probeer daar wel een beetje wat neutraler in te zijn. Maar het is vooral je eigen gedrag goed praten, hè? Want als je de andere kant gaat beweren dat fijn is, ja, dat heb je dan zelf niet. Ja. En dat wil je natuurlijk niet voelen. Ja. Dan komen we bij die dame, die Kirsten Jassies. Dat is die blonde inderdaad. Ja. Ze, die kwam wel vrij snel achter in haar relatie met haar vriend Marco, dat ze niet gemaakt was van monogamie. Dan heb ik meteen, wat vinden jullie nou van die uitspraak, ik ben niet gemaakt van monogamie? Ja, hoe heeft ze het onderbouwd? Dat is meer de vraag. Kijk, nou, dat is het probleem van dit programma. Maar dat is het probleem van alle programma's, lijkt het wel. Is van dat er niet wordt gevraagd van waarom. Kijk, want nou, zij bleef onrustig. Ze vond het zelf ook gek, zei ze. Want ik heb eigenlijk alles wat ik hebben wil. Een lieve man, een goede man. Ik heb kinderen, ik heb een huis, ik heb een leuke baan. Dus ze had eigenlijk alles, maar ze bleef onrustig van binnen. En dat werd dan niet verder uitgediept. Je zegt het al wel, eigenlijk indirect. Zeker met die uitspraak van het paper wat ik net voorlas, is van dus dat je wilt wel een dominante man. Hij moet sociaal dominant zijn, maar hij moet ook, zeg maar, fysiek aantrekkelijk zijn. Maar je zegt, het is een lieve man. Oftewel, er is een component wat potentieel mist. Zij zegt, dat betekent overigens niet dat haar relatie met Marco op bepaalde punten niet voldeed. We hadden seks met elkaar, we hebben kinderen, dus waarom wil ik nog steeds meer? Haar gedrag en gedachten zorgden ervoor van een schuldgevoel. Ik voel mezelf een slecht mens. Marco heeft ook een paar keer aangegeven dat hij het wist. En dat hadden we ook echt wel een crisis. En dan komt het, maar ik kon niet stoppen. En dan komt bij mij de vraag, de gedachte van, kan je niet stoppen of wil je niet stoppen? Nou, als ik hoor, is je eigen geluk belangrijker dan het geluk van je gezinsleven? Is er dan sprake van liefde als jouw eigen verlangens het belangrijkste zijn in je relatie?
Nou, ik vraag me nog steeds van waar. Kijk, één. Hoe oud was zij? 25? Nee, dit is een getrouwde vrouw. Dit is een oudere vrouw. Dit is een getrouwde vrouw. Okay. Ja, kinderen, zeg maar tieners of zo. Dan, jonge tieners. Dan is het dus weer de vraag. Wat ik mij dan afvraag is van wat is jouw relatieverleden? Wat is jouw seksuele verleden? Ja. Wat is jouw, voor nest en kom je? In wat voor kringen zit je? Ja. Wat heb je zo, en dat is weer wat ik bedoel met ervaring. Ik hoor dat niemand zeggen, dus ik blijf het gewoon herhalen. Is van. Wat heb je allemaal meegemaakt waardoor je nu zoveel vergelijkingsmateriaal hebt? Ja. Maar ook, zeg maar, van hoe erg word je er tegenwoordig aan blootgesteld? Ook. Je hoeft maar de snelweg op te rijden en er gebeurt al genoeg. Nou, Wat ik bijvoorbeeld vanochtend zag, ik denk dat mensen in Nederland kennen dat ook wel, zeker de jeugd, die kent Twitch. Dat is een streaming gaming platform van origine, zeg maar. En wat er nu meer gebeurt. Er komen nu veel meer adult stars. Je mag volgens mij bepaalde termen, moeten we mee oppassen, niet op YouTube zeggen namelijk. Dus ik zeg het even zo. Of prawn workers wordt dan ook wel eens vertaald. Okay. Wat? Ja, maar gewoon sekswerkers. Okay. Ja. En die komen nu steeds meer op Twitch. En naaktheid wordt opeens gedoogd. Hmm. Omdat het met Twitch als bedrijf niet meer zo goed gaat. Ja, omdat ze nu er is een competitie natuurlijk. En ja, dan denk ik wel van. Het wordt ook, als het op dat soort, laat ik het zo zeggen, Twitch kreeg wel gedoe omdat als streamers gingen gokken, zeg maar. Dat was dan zogenaamd niet goed voor de gezondheid, de mentale gezondheid van kinderen, want gokken is slecht. Ja. Maar al die sekswerkers, die mogen er wel op, omdat dat waarschijnlijk dan meer makkelijk publiek is. Het levert geld op, weet je. Dus het is. Dus ja, waaraan word je blootgesteld tegenwoordig? Ja. En ik vraag me ook af, want wat we hebben zeiden over jonge mannen en porno kijken. Hè, dus elke keer als je iets nieuws ontdekt, komt er dopamine vrij. En nou, met porno kan je swipen wat je wil en je krijgt steeds nieuwe situaties en het moet steeds heftiger. Als je dat niet bij die. Als dat in je huwelijk niet is, of niet genoeg is naar jouw gevoel, of je bent dat gewend. Want ze zei, ik kan het niet loslaten. Dat klinkt voor mij als een verslaafde opmerking. Exact. Juist. Dus ik denk, die is dan. Daar moet ze graven in. Ben ik nou hoekt? Ben ik verslaafd aan die dopamine-dip? En wil ik steeds wat anders? Er is in ieder geval iets niet in orde hier. Maar dat is het probleem. Dat is ook wel het vervelende van alles. Is dat ene wordt dus in zo'n programma niet doorgevraagd. Want je hebt maar zoveel zendtijd. En het tweede component, als ik zie nu daar een magazine zitten. Of een tijdschrift van. Waar gewoon heel veel vrouwen elkaar alleen maar kracht. Toe-eigenen, zeg maar geen verantwoordelijkheid toe-eigenen. Je wordt ook niet uitgedaagd in dat opzicht als vrouw, om dan te denken van, nee, weet je, ik moet hier gewoon nu een punt achter zetten, klaar. Of. Wat bedoel je? Nou, als ik ben van. Wat ik lijk te zien, en dat ik denk zelfs dat het hier af en toe nog wel eens gebeurt, is dat het heel makkelijk weer is om te zeggen van. Alle mannen, kijk wat jullie doen. Pak meer verantwoordelijkheid. Maar je krijgt niet autoriteit, waar ik het al eens eerder over heb gehad. Dus ze doen eigenlijk alles voor niks, voor joker. En vrouwen, alles wat jullie doen is maar empowerment. Is alleen maar om jullie te sterk te maken, weet je. Ja. Ga jij vreemd met hem? Dat komt omdat hij niet goed is voor jou. Gaat een man vreemd? Pak je verantwoordelijkheid. Op het gebied van abortus, bewijzen van, het is mijn lichaam, ik haal het kind weg. Maar als de man het bewijs van het kind niet wil en het komt maar je moet wel alimentatie betalen. Dus alles wat slecht is voor de man, in het kader van gelijkwaardigheid, waar ze dan voor streven, is goed voor de vrouw. Okay, en dat is gewoon de essentie van het probleem, denk ik. Een grote essentie van heel veel problemen. Daar gaan we nog echt wel een andere aflevering over maken. Als we bij deze vrouw nog even blijven. Hè? Ik vond haar wel heel erg open. Ze vertelde wel veel hoe ze erin zat. Ja, er werd niet diep gevraagd verder naar de afkomst ervan. Ja. Maar dat ze het eigenlijk ook niet wilde, maar dat ze het wel deed. En die man was ook aardig genoeg. En ze zei op een gegeven moment ook van, als we nou samen, mijn partner ook een relatie krijgt erbij, dan werd hij leuker van. Ja, maar het is toch wel een. Sorry. Maar even. Uiteindelijk vond hij die relatie zo leuk dat hij haar ging loslaten. Uiteindelijk na 20. Uiteindelijk. Ja, tuurlijk. Of course. Want
Na 20 jaar sneuvelde die relatie uiteindelijk, want hij werd verliefd op die ander. En daar zijn ze verder mee gegaan. En dan zegt ze, maar ja, we hebben wel heel veel moois gevonden. En dan denk ik, even serieus, hoezo? Ze hebben iets moois gevonden. Wat een rare conclusie. Ik zag een man die ongelukkig was met de keuze van zijn vrouw. Ja, klopt. Die was ongelukkig. En waar waren de kinderen in dit verhaal? Ik zie maar een vrouw. Het enige wat ik zag toen ik naar die vrouw keek, was een vrouw die iets in haar hoofd weer heeft en dat niet wilde loslaten. Ja. Dus nogmaals, er is helemaal geen sprake van liefde. Want wat is de definitie van liefde? Nou goed, dat is een andere aflevering. Maar als jij als vrouw... Ja, daar ga je sowieso mensen niet mee overhalen. Want iedereen geeft zijn eigen definitie. Dat is het probleem. Wat je wel kan zeggen is van, wat is het meest praktisch? Zeg maar, wat levert in de lange termijn, laat ik het maar zo zeggen, de minste schade op? En daar probeerden ze naar te zoeken, maar die twee werelden klopten niet. Maar ze zeiden eigenlijk al, als we toelaten dat hij ook naar een andere vrouw mag, een relatie mag hebben, dan gaat hij verliefd worden. Dus het was al duidelijk, bij de man, in dit geval bij de partner zou gebeuren, hij gaat niet shoppen en daten, maar hij gaat een relatie. En zij zei, ik maak geen verbinding met de mannen, ik ga gewoon... Maar ja, wat een andere invalshoek. Dat zijn al twee. Kijk, een andere invalshoek is ook, is dat misschien werd hij ook verliefd op die andere vrouw. Simpelweg omdat zijn vrouw gewoon bepaalde dingen niet meer deed voor hem. Weet je, ik hoor nooit, ik hoor gewoon zo weinig bij al die talkshows of in die tijdschriften een vorm van verantwoordelijkheid. Ja. Vergeven, vergeef me verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid, ik hoor het gewoon niet. Nee, dat is totaal in deze aflevering ook, totaal geen... ze werden niet geconfronteerd met de gevolgen, inderdaad. Er werd podium... En dat vond ik wel, dat ik denk van, dan ben je EO, dan sta je ergens voor. Maar als zelfs voor een geld. Vergis je niet, hè. Kijk, ik ben heel negatief als het gaat om bedrijven. Ik geloof, klinkt heel lullig dat ik het zeg, ik geloof niet in dat heel veel bedrijven... Ik denk dat ze misschien wel goed begonnen ooit, maar ik denk dat geld nu zo erg een afgod is geworden en zo erg de overhand heeft overgenomen, dat het wordt gepromoot, is dat ook de EO alleen maar in de achterhoofd heeft van, nou, er is nog zo'n demografie van christenen, daar moet ik geld bij zien te trekken, dus wat gaan we doen? We gaan gewoon dit soort topics doen, want seksualiteit, hoe je het ook wat, het zit in de mens, het is iets wat het is van alle tijden, ze trekt. Dus die is helemaal, naar mijn mening, helemaal niet bezig met het evangelische belang. Die is alleen maar bezig met het maken van geld. Van geld, inderdaad, absoluut. Ik heb echt niks goed, laat ze maar een keer komen bij ze van. Ja, het was verdrietig in ieder geval. Maar als je naar die vrouw kijkt, dan wordt zij eigenlijk ook verscheurd door verschillende dingen. Hè? Dus ik denk dat die kokkie daarheen moet, zeg maar even bij deze vrouw. Ja, deze vrouw moet... Want ze wilde eigenlijk ook moeder zijn, want ze hield wel van die kinderen. Ze wilde eigenlijk ook een partner hebben. Ze wilde... Maar ze wil alles. Dat ze is wil ding. Eigenlijk alles. En, maar ze had alles, maar het was niet genoeg. Nee, en daarbovenop wilde ze nog meer, inderdaad. Snap je? En zij zocht eigenlijk rust, maar ze ging het zoeken in de onrust. Ja, en nogmaals, zij heeft een verslavingsprobleem. Dat denk ik ook. Alles duidt erop, inderdaad, dat ze dat... aan de hand van wat ze zegt, hè. Ja, bij haar liep het volgens mij niet goed af. Nee. Ik bedoel, na 20 jaar... Dat huisje wat ze heel graag wilde hebben, hè, dat gezinnetje. Ja, ze had alles, maar het was niet genoeg. Nou, dat is hetzelfde. In Amerika is een YouTuber, die heet Destiny. Die heeft ook een open relatie altijd gehad. En hij had ook gezegd van... ik raad dit niet aan, want het is gewoon heel veel gedoe. En natuurlijk gaat hij zeggen van al die red pillers, die gaan natuurlijk al, want ze zien het aankomen. Dan denk ik van, ja, maar luister, vriend. Je kan wel weer dat zo wegzetten als van, nee, maar uiteindelijk zijn er andere problemen. Ik zeg van, uiteindelijk het eind van de rit. Je raadt het zelf af aan heel veel mensen, omdat het gewoon heel veel mentaal van je eist. Ja. En twee, de resultaat is wel zo, is dat ze nu van je gaat scheiden. Dus je kan wel doen... Dat die red pillers allemaal weer dit zijn. Zomaar ze zeggen van, ja, maar dit is het resultaat laat dit wel zien. Dus je kan ook weer niet afschuiven van dat dit niet te verwachten was. Omdat je gewoon ook gewoon vanuit... David Bass noemt hij zelf dan ook af en toe als tegenargument naar de red pill. Gewoon heel veel papers heeft onderzocht als het gaat op... Of heel veel papers heeft geschreven als het gaat over de partnerselectie. En dat er gewoon heel... Dat een biologisch component, die neemt het gewoon heel vaak over. En dat is wat mensen gewoon niet willen accepteren. Ja, nee.
En ja, dat maakt het voor heel veel mensen gewoon moeilijk. Wat bedoel je met een biologisch component neemt over? Nou, zeg maar, ik gaf net al het voorbeeld aan, is dat vanuit partnerselectie is dat de vrouw in kwestie, of deze vrouw, maar ook vrouw in kwestie, willen eigenlijk het perfecte plaatje, de perfecte man. En tegenwoordig lijkt het alsof mannen eigenlijk of aan het ene uiteinde van het spectrum zitten of aan het andere. Dus er zit geen, heel weinig mannen zitten gewoon dat ze het allebei hebben. Het betekent niet dat ze, dat de ene man misschien wat meer fysiek aantrekkelijk is, een ander iets meer zacht. Maar dat missen heel veel vrouwen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, bij de mannen die we wel spreken of observeren, je ziet ook dat het mist. Je ziet vaak ook dat mannen of zijn heel erg in een alpha, in een mannelijke domein. Komt en helemaal niet in het al in het verzorgende kant, in de verantwoordelijke kant. Of andersom. Ja. Maar de vraag, en dan moet je je weer de vraag afstemmen, hoe komt dat? Nou, daar hebben we het bij heel veel afleveringen inderdaad over gehad. Over die rolmodellen, single, housewife, opvoeding. Nou ja, al die aspecten. Nou, dit is wel wat ik bedoel met zeg maar van waar we zitten er middenin. En helaas staan mensen niet open voor dat het misschien toch negatiever uitpakt hoe we nu leven. En dat we een beetje zijn doorgedraaid in alles moet maar kunnen. En alles is gelijkwaardig. En dat je zelfs nu op het punt bent gekomen dat we niet meer weten wat de vrouw of wat de man is. Is omdat je gewoon wel ziet dat ten opzichte van vroeger waar dingen heel duidelijk waren en sterker nog in derde wereldlanden waar het ook nog vrij duidelijk is, want er is nog steeds vergelijkingsmateriaal in het echte leven. Dat vinden wij als Westerlingen gewoon blijkbaar heel moeilijk te accepteren. Ja. Omdat en dat is ook het ding met vergeving vragen, laat ik dan maar misschien heel andere uit invalshoek, maar de kunst van vergeving vragen is dat jij, als jij sorry zegt tegen iemand, is dat je benoemt wat jij fout hebt gedaan, want dat is het moeilijkste wat er is. Ja. Je kan wel niks zeggen en weer verder gaan, maar jouw ego wordt daarmee gekrenkt. Als jij toegeeft, ik ben fout geweest, ik heb jou pijn gedaan, ik heb dit. En als jij dat durft op te zeggen, dan kan je ook iets gaan veranderen. Ja. Maar dan moet je wel erkennen. En ik denk dat als je heel veel, alles kan, hè, als alles kan, betekent ook dat jij zelf het raamwerk neer moet zetten. Dus dat is hoe duidelijker je wereld, hoe duidelijker je weet van oké, dit is de bedoeling links en dit is de bedoeling rechts. Maar als het plafond weg is of je raamwerk weg is en alles moet kunnen, dat kan een heel vrij gevoel opleveren. Maar het betekent ook dat de verantwoordelijkheid en de consequenties daarvan, die moet je ook zelf bepalen. Van nou, wat stop ik? Nou, dat is wel goed dat je het zegt, want ook die vrouwen zeiden dus van ja, maar dan voel ik me slecht. En ik heb zoiets van ja, luister, misschien is dat ook zo, is omdat het slecht is. Het component van weet je, ik voel me slecht, dus misschien is het slecht, dat bestaat niet, lijkt het. Nee, soms moet iets slecht niet voelen, dan is dan doe ik het waarschijnlijk toch niet goed. Het is een teken, van dat je er iets mee moet doen. Ja. Maar ja, dat bestaat, het wordt weggedrukt. Van, ik voel me slecht, dus ik moet me weer goed voelen, want dan wordt, wat je zegt, moreel goed praten. Ja. Ja, kijk, het probleem is nogmaals in het Westen, we zijn geseculariseerd. Dus we hebben geen godsbesef meer en dus geen moraal meer. En, dan zelf doen. En dat is eigenlijk een grote opgave. En dat kunnen wij mensen niet. Dat zien we in het Westen, want we zijn volledig van God los. Maar het mooie is, van ook al wil je God niet in je leven hebben, je bent nog steeds geschapen naar zijn beeld met een geweten. En dat geweten, ja, dat geweten, dat blijft heeft wel. Iedereen. En dat heeft iedereen. En dat blijft. Ja. En dat is dat stemmetje wat tegen haar zegt, ook voel me slecht. Want dat is het geweten wat ieder mens heeft gekregen. We weten maar ik allemaal denk dat ze zich vooral slecht voelt, omdat ze eigenlijk niet eerlijk tegen zichzelf en tegen die man is. Misschien is ze niet eens zo slecht, omdat ze denkt, ik wil met meerdere mannen gaan. Maar de motivatie daaronder is niet transparant naar haarzelf. Nou ja, ze loopt ergens voor weg. Ja. Ik wil even naar een reactie. Ja. Want je kon reactie en achterlaten. Niet zij, er zijn meer zoals zij. Dus zij gaf natuurlijk in de show het, of in precies, het programma. Precies. Kijkje in de keuken. Je kon onderaan het artikel kon je reacties lezen van mensen. Ik ga één reactie delen. Ja. Omdat deze meneer toch wel een heleboel rake dingen zei. Hij zegt, hij schreef de meeste mensen of de relaties die ik ken, die het deden, zijn stuk voor stuk, zijn één voor één stuk gegaan. Met als slachtoffer, grootste slachtoffer, de man. Oh. Want zijn lief ging even door met een andere man. Want de seks was beter met die andere man. De orgasmes waren beter met die andere man. Met als gevolg, je gaat je emotioneel en lichamelijk binden aan de ander. En zeker als hij knapper en symmetrischer is. Dus dat is al een eerste conclusie die we toch wel
moeten concluderen met elkaar. Eén ding is van, kijk, dit is een man. Ik weet niet wat zijn rol is. Is hij onderzoeker? Heeft hij vaak met dit soort mensen? Maar dit lijkt, als ik het nu zo lees, lijkt het meer een anekdote. Wat je wel kan zeggen inderdaad, weer als je kijkt naar de hormoonhuishouding, zeg maar van wat seks doet met vrouwen, het oxytocine, wat zeg maar vrijkomt, het bindingshormoon als het ware. Daar is wel wetenschappelijke evidentie voor, zeg maar. Dus dat zou daaronder vallen. Jawel, maar op een gegeven moment is het niet genoeg. Je kan lekkere seks hebben, maar uiteindelijk wil je, neem ik aan, meer. Ja. Dus jongens en mannen, weet waar je aan begint als jouw lief even wat fun met een ander gaat hebben. Ze is jou zo vergeten als die fun beter is dan met jou. Dus deze meneer heeft zelf schijnbaar ook een heleboel... Hij heeft wat meegemaakt, inderdaad. Ja. Hij zegt, in mijn ervaring en wat ik omheen heb gezien, is goede seks met een ander niet zonder gevolgen. En dat klopt, hè, dat zeggen wij ook altijd. De hele gedachte, ik word niet verliefd als ik even seks heb met een ander, klopt dit wel? Vraagteken. Heb je controle over? Vraagteken. Nou, dat hebben wij al heel vaak gezegd. Nee, want alles is... Wat ik denk, hè, als je nou in een relatie zit en je gaat even seks hebben met iemand anders, dan haal je dat stukje seks eruit en heb je seks met die ander. Dat betekent, wat jij zou mooi zijn, je krijgt er geen koppijn van. Ja. Als je teruggaat naar je thuissituatie, kan je ook seks hebben. Maar daarnaast gaat het over, hebben we genoeg geld? Is het huis schoon? Zijn de kinderen aan het huilen? Dus er komt heel veel componenten bij in een relatie waar je wel koppijn van krijgt. Ja. En je wilt ontsnappen, want je wil ook naar dat moment van ontspanning en geen koppijn. En als je dat... Dan moet je moeite doen om dat te beschermen in je eigen duo. Precies. Van oké, we hebben zakelijke dingen te regelen, maar we moeten niet 24/7 over op die zakelijke dingen gaan focussen. Ja. En dat is wel een uitdaging voor mensen om voor de mensen van nu positieve mindset te houden en te zeggen, oké, dat is even shit of daar moeten we het zakelijk over daarom hebben. Daarom denk ik ook heel veel mensen helemaal geen positieve mindset hebben. Ik denk een positieve of een sterke mindset hebben is dus dat je in de zware tijden, dat je ermee om kan gaan. Maar ik ken genoeg mensen die dan, ik ken een voorbeeld van iemand die heel erg positief zich voordoet. Maar toen heb ik die persoon eens een keer geconfronteerd ermee. En toen kwam zeg maar de andere kant veel meer naar buiten. En dan denk ik van ja, maar dan ben je niet... Dat is niet integer. Dit is niet die positieve en die sterke mindset die je wil hebben. Dit is gewoon van, je loopt van bepaalde dingen weg. Ja, en dan ben ik maar positief. En dan bestaat het niet, weet je. En dat is gewoon... Dus ik ben ook echt benieuwd waarom mensen uitstapjes maken. Is dat nou gewoon omdat ze tekortkomen? Of omdat ze eigenlijk in een donkere relatie zitten? Omdat ze het licht niet binnen willen laten komen? Ja, omdat ze er niet aan willen werken. Het is weglopen. Het kan gewoon meerdere componenten zijn. Het kan zijn dat je iets tekortkomt. Het kan een combinatie zijn ook met dat je met vrienden dingen omgaat die het andere leven beter voor... Die doen alsof hun leven mooier en beter is. Ja. Dat is natuurlijk ook hoe social media werkt tegenwoordig. Ja. Dus het kan zijn is dat je partner je alleen maar afzeikt. Er zijn heel veel redenen voor, maar daar je moet voor jezelf, zoals ik al eerder opschreef, een keertje zei van schrijf je van doorkeden op. Soms is het gewoon handig. En Andrew Huberman had het volgens mij ook. Er is wel echt een kracht journaling, in een journaling, is wel echt een ding. Wat hij had gedaan, dat kan ik heel kort zeggen, was een onderzoek wat ze hadden gedaan. Je moest het 15 minuten tot 30 minuten doen. En... uiteindelijk maakt het dus niet uit of je het papier doet of als je het uitdiept, maar je moet alleen daarmee bezig zijn over een heel traumatische gebeurtenis. En wat ze merkte is dat want je moest over dezelfde gebeurtenis, als het goed is, dat meerdere malen doen. En wat ze zagen is dat ze de gebeurtenis steeds minder erg omschreven. Ja. En ik denk dat component van schrijven is daardoor heel belangrijk, omdat je zeg maar ook inzicht krijgt, dus van waar heb ik nou echt? Waar heb je echt behoefte aan? Wat is echt precies dat? Waar ligt het probleem nou echt? Want vaak reageren we in emotie en dan uiteindelijk wil je het gaan opschrijven of je wilt vertellen, dan weet je eigenlijk kom je niet uit je woorden. Nee. En dan is het verstandig om even stappen terug te zetten, rationeel te zijn, schrijf het even op, probeer het meetbaar te maken en dan kan je kijken van, misschien valt het eigenlijk best wel mee. Ja. En sommige dingen doen ook pijn, hè? Ja. Dat wil je ook niet weten, dus daar ga je ook vanaf. Ja. Hij schrijft verder nog, want hij heeft een hele lange reactie achtergelaten. Hij zei, een van mijn kennissen werd gereduceerd van liefdespartner tot financiële deurmat. Ja. Bij hem had ze onderdak, eten, geld en iemand om voor de kinderen te zorgen. En bij de ander had ze liefde en knettergeile seks. Emotionele verbinding, plezier, erop uitgaan, lol. Uiteindelijk de hele relatie naar de K. Ja. We gaan niet schelden hier. Vechtscheiding, kinderen naar de K, zij je verloor met een ander. En wel ja, binnen no time ook hun relatie naar de knoppen, omdat die andere kerel met iemand anders weer ging. En nu had zij dus een gebroken hart.
wederom weet waar je aan begint. Ja, weet waar je aan begint. Maar ik hoor ook dat eigenlijk wederom steeds hetzelfde patroon wordt gevolgd. We gaan niet naar de oorzaak. Nee, klopt. We gaan een leuke oplossing zoeken. Ja. Namelijk seks met een ander. Ja, het is symptoombestrijding. Ja. Dus als je alleen maar hoofdpijn hebt omdat je niet genoeg drinkt. Je hebt heel veel stress. Gooi maar een pilletje tegenaan. Want dat werkt dan op dat moment. Ja. En dat is helaas de tijd van nu. Want als jij de oorzaak wil bestrijden, dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. En heel veel mensen hebben lef ook... ook hè? En ik moet ook zeggen hoor, heel veel mensen die zeggen... En ik zeg niet dat het niet legitiem is per se. Maar heel veel mensen die ik spreek... Bij wijze van, als ik in de sportschool is het van... Ja, maar ik heb geen tijd, want ik heb kinderen. Want ik heb geen tijd, want ik heb dit. Ik heb denk van, ja, maar... Als jij 8 uur lang voor een baas kan werken, dan doe je alles voor. Je springt door hoepels, je gaat door vakken. Hè, je allemaal messen ontwijken, bewijs van bla bla bla. En ik snap het, want je moet je gezin bewijs van onderhouden. Nou ja, je moet het 8 uur per dag doen. Dat je denkt, ik ga toch op een andere manier door het veld heen. Dat uurtje wat je voor jezelf kan besteden op een dag. Mensen zijn tegenwoordig voor zelfontwikkeling en groei. Wat is dat uurtje dan? Ja. Goeie aflevering. Hoe krijg je die motivatie? Nee, hoe krijg je die discipline? Want discipline. Dat is oorzaak. Als je motivatie wil, ik wil motivatie. En als het weg is, dan wat ga je dan doen? Niks. En motivatie gaat op een gegeven moment verdwijnen. Dus motivatie verdwijnt. Maar dat is hetzelfde met het verliefdheid bijvoorbeeld component ook. Het gaat voorbij. Dus je moet andere meetstukken hebben of bronnen hebben, zodat je het kan... Zodat je tastbaar en meetbaar houdt. Zodat je kan zien van, als ik dit soort dingen doe, dan is dit ook een vorm van liefde. Dus dat ik mijn verplichtingen heb, dat ik dingen moet opgeven. En dat vind ik op dat moment misschien niet fijn. Maar als ik dan mijn andere partner zie die daar helemaal van opfleurt, dan hoop ik dat het wel iets goeds met je doet. Ja. Hij schrijft verder, ieder zijn ding, daar ben ik voor. Maar waar ik tegen ben, of heel erg tegen ben, is dat in de media het fenomeen van open relaties te positief benaderd wordt. Alsof het de redding is van een relatie. Het overgrote merendeel van open relatie eindigt in ellende, verdriet, jaloezie en gekwetst. Verlies van je partner waar je zo verliefd op bent geweest en bij open huwelijk al helemaal. Meer dan 90%, volgens meerdere onderzoeken waarvan seksuologen, echtscheidingsadvocaten en ervaringsdeskundigen, gaat het dus mis. Buiten dat, EO, doe wat beter research wat statistiek aangaat. Oh. Wat vreemdgaan betreft, aanzienlijk meer jonge vrouwen gaan tegenwoordig vreemd sinds de komst van dating apps veel meer dan mannen. Ook hier is veel studie naar gedaan. Een onderzoek van Wellington kwam zelfs tot een conclusie van... Van Welling et al, dus meerdere... Oh, Welling. Welling is dan volgens mij de hoofdonderzoeker en et al is volgens mij de andere. Oké, cool. Dus in ieder geval dat maar liefst 75% van jonge vrouwen regelmatig vreemd gaat in de VS tegenover 40% van de jonge mannen. Wow. Nou, daar gaat wel een rode vlag hoor. Waarom is dat? Nou, wat hij hier goed heeft gezegd, ik weet niet wie het is, maar het fenomeen van open relaties wordt te positief benaderd in de media. En dat is ook de reden waarom wij dit soort uitzendingen maken. Maar dat gebeurt wel overal nu, hè. Is van dat mensen willen een quick fix, mensen willen gewoon, als je dit doet, dat zie je, alles is sales, zeg ik tegenwoordig, alles is marketing. Is van, wil jij weer een goede relatie? Dan doe je dit. Wil jij een goed en fit lichaam? Kom naar mij toe voor een 12-weken programma. Wil jij gewoon afvallen? Dan moet je... Alles is van, het moet maar snel. En uiteindelijk, de grap is van, al kan het snel. Dan heb je het gedrag nog niet eens aangeleerd, want daar gaat veel langere tijd overheen. Dus je vervalt weer. Ja, dus dat uitstapje is op het moment zelf even een blinddoek voor en het probleem bestaat niet. En dan kom je terug en dan zit je eigenlijk weer in hetzelfde verhaal, maar dan erger. Want je hebt nu ook nog 2 levens gecreëerd voor jezelf. Ik geloof er niet in. Ik geloof niet in op die manier het... Voor mijn gevoel ontwijk je gewoon het probleem. Ja, hij zegt het heel goed. Tot slot, op een gegeven moment sla even iets over van hem. Hij zegt, praat eerst goed met je partner om je seksleven te verbeteren. Voordat je een open relatie gaat voorstellen. Zodat jij voor jezelf betere orgasmes kan regelen met een ander. Chapeau. De opmerking, als je echt van je partner houdt, gun je het. Puntje. Hij zegt, als jij echt van je partner houdt. Doe je dit aan je partner aan? Dat is altijd dat is altijd precies het argument. Als je van me houdt, ga je bij me weg. Weet je, maar het heeft heel weinig validiteit, zo'n argument. Omdat je precies het tegenovergestelde ook kan zeggen. Ja. Dus dan moet je gaan kijken, maar wat is praktisch? Wat is zeg maar handig? Wat werkt in de lange termijn? En dan komen er heel veel andere dingen bij kijken. En die nemen denk ik dan vaak de overhand, gewoon objectief is. Omdat als je al die aspecten meeneemt, dan kan je beter zeggen van, dan
dan doe ik dat toch maar niet. Want dat heeft voor de lange termijn heeft dat meer positieve effecten. Maar je moet wel sterk in je schoenen staan inderdaad. Want het wordt wel overal geroepen. En ja. ook op andere onderwerpen wordt alles vrij. En het levert je plezier op. Ja. Het levert het ook op. Maar ik begin wel steeds meer. Korter. Ik begin wel iets meer een probleem te krijgen bij mezelf, denk ik dan. Door te zeggen van doe wat je niet laten kan. En dat doet hij namelijk ook. Doe wat je niet laten kan, doen wat je moet doen. Is omdat ik toch lijkt te merken, is dat. En ik kan het niet zo goed hard maken nog hoor. Dus het is een beetje gedachtespinsel. Is dat het soort van het goed fout. Het moraal wordt heel erg daarmee weggetrokken. En als ze dan wel iets vinden van, ja maar luister, dit is gewoon fout, dan word je meteen aan de schandpaal gezet. En ik denk niet dat, het heeft misschien een beetje te maken met de polarisatie, wat je misschien ook op het nieuws ziet als je dit zegt, oh dan ben je meteen een bigot, dan ben je meteen een racist. Terwijl sommige dingen moet je gewoon ook wel kunnen benoemen. En uiteindelijk heeft iedereen zijn goed, ook al... Heb je eigen raamwerk, heb je nog steeds een eigen goed fout. Dus het concept van goed fout, of je nou religieus bent of niet, want dat is natuurlijk wat jij af en toe wat meer doorstraalt. Het bestaat alsnog, want mensen bepalen dan zelf wat goed is en fout. En dat is denk ik gewoon heel schadelijk. Is omdat als je gewoon één uniform maatwerk hebt, zoals de wet van je vermoordt iemand niet, even heel simpel gezegd. Ja. Maar als we dat maar gaan personificeren, van ja, maar ik mag hem echt niet en hij heeft iets gedaan, dus daarom is het goed en daarom mag ik dat doen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dan krijg je een beetje het Wild Westen verhaal weer. Ja. Dan ga je eigenlijk weer terug in de tijd, ga je naar een onbeschaafdere samenleving waarin we gewoon doen wat ze maar zelf willen. Ja, en eigenlijk werkt dat dus niet, want wij mensen hebben grenzen nodig. We zien dat in de opvoeding bij kinderen. Kinderen hebben grenzen nodig, daarin voelen ze zich veilig. Maar dat is niet populair om te zeggen, hè? Nee. Mensen hebben grenzen nodig. Ja, dat is jammer, maar wij doen het maar dus wel. Maar mensen hebben grenzen nodig, dat wil niet... Kijk, mensen, of kinderen, maakt niet uit, hebben grenzen nodig. En toch gaan ze er overheen, maar dan weten ze in ieder geval dat ze een grens overgaan. Als je zegt alles mag, weten ze niet eens... Wat eigenlijk niet oké, of wat de waarschuwing is. Want het is tot in de eeuwigheid mogelijk. Ja. Maar dus laten we een heel makkelijk voorbeeld nemen die ik steeds vaker ook zie. Van als jij een kind vraagt altijd om een ijsje. Ja. En om snoep. Ja. En om chips. Nou, ik hou zoveel van mijn kind. Ik geef hem elke dag snoep en ijs. Wat gebeurt er met dat kind? Het kind gaat uiteindelijk verrotte tanden. Ze gaat ziek, ze gaat dood. Het wordt een verwend nest. Ja, dus je hebt er niks aan. Je hebt er niks aan. En daarom zijn grenzen belangrijk. Die zijn voor jouw eigen veiligheid, gezondheid. Voor je gezondheid, et cetera. Maar dat is ook weer nogmaals het korte termijn tegenover de lange termijn. Want in de korte termijn denk je van, oh, het is zielig en ik gun hem dat. Maar in de lange termijn is het slecht voor zijn gezondheid. Dus uiteindelijk, wat wil je, is dat in de lange termijn dat hij het ook goed heeft, dat kind, zeg maar. Dus je kiest een korte termijn... zoek je dan maar de confrontatie op en dat het gaat schreeuwen en huilen. Mm-hmm. Omdat als je dan ouder wordt, dat zie je ook bij misschien ouders die hun kinderen wat strenger opvoedt, zijn ze dankbaar voor hun ouders als ze eenmaal ouder zijn geworden. Van, hey, ik ben blij dat ze die grens hebben gesteld. Nou ja, ze krijgen veerkracht. Je krijgt veerkracht. Je kan meebewegen. Teleurstellingen ga je leren ontvangen. Wat ik heel raar vond in het programma is dat ze op een gegeven moment bij de bioloog uitkwamen. Patrick van Veen, we kennen hem. Ja, ons vriend. Ja. We kennen hem, Patrick. En Patrick zegt van ja, maar volgens de biologie is de mens in de kern helemaal niet monogaam. En, dus ik vond het sowieso raar dat ze sowieso... Dat stukje in dit programma zetten. Snap je? Als EO zijnde. Als EO zijnde, ja, inderdaad. En dan baseert hij dat op basis van het feit dat een man heel veel sperma heeft. Even kort door de bocht. Ja. Dat is dan indirect bewijs. Die moet hij dan wel uitleggen bij ons. Want die sperma gebruikt hij ook maar één keer. Per keer. Snap je? Dus ik vond het best wel een raar indirect bewijs. Ik denk als dat jouw bewijs is dat we niet monogaam zijn. Dan denk je van, dan moeten we toch maar eens even verder duiken. Nee, want... ik denk dat ik... Want je hebt hier best wel wat opgeschreven. Ten eerste zijn twee dingen. Je hebt, net zoals bij alles in wetenschap, denk ik zo, is het van, je hebt één partij die zegt... Monogamie is wel iets wat een evolutionaire oplossing is. En de anderen zou zeggen, nee, het is niet zo. Omdat... Ja, beide. Want ik heb ook biologen, hoogleraar biologie Lisbeth Sterk... vanuit het Parool artikel van de Universiteit Utrecht. Die zegt dan weer toch wel iets anders. Hè? Die zegt van... Wat ik wel weer grappig vind in dit fenomeen... Gewoon, dit is eigenlijk gewoon puur toeval, denk ik. Is dan
Patrick is een man en die heeft het over dat het dus dat niet het zo kan. Is. En, bij, en Lisbeth is weer een vrouw en die zegt weer van ja, dat kan ja, niet. Kan dus beter dat kan niet, nee. Kijk, dus maar beide bestudeerden dezelfde apen, namelijk de gibbonkoppels, weet je wel. En die een paardje vormen, maar soms vreemd gaan met de buren. Ja, dat bleek uit onderzoek dat het vader toch niet altijd bij hetzelfde kind hoorde. Ik weet wel eens dat in een ander onderzoek, of dat was een onderzoek, ik weet niet meer. Het was in ieder geval waarschijnlijk weer een podcast, laat ik gewoon zeggen wat het is. Maar er werd gezegd, dat was wel tussen twee onderzoekers volgens mij, of was een onderzoeker geïnterviewd, want dat is meestal wat er gebeurt, is dat je moet kijken naar van, kijk, in essentie komt het, hè, dat we niet monogaam zijn, komt uit vanuit het dierenrijk. En dat mensen dan vanuit evolutionair standpunt wordt gezien als wij komen vanuit stammen af van de apen. Kijk, als jij al daar niet bewijs van in gelooft, of je hebt een ander, zelfs ook op een wetenschappelijk invloed je niet gelooft, dat gaat toch niet matchen. Maar dat moet je even in je achterhoofd hebben van waar het vandaan komt. En uiteindelijk met de basis, we moeten voort blijven bestaan als soort. Ja, kijk, dat maakt het lastig. Is wat die man zei in die show in ieder geval was van dat, is dat je moet oppassen met is hoe wij dingen bij dieren vertalen. Exact, hoe ga je dat overzetten naar mensen? Yes. En waarom? Wat ik toen dacht, want dat is misschien in dezelfde show of een andere. Waarom? Is omdat in de essentie is het zo is dat wij als mens hebben nog ons cognitieve vermogen. Geweten. Ja. En bijvoorbeeld het concept wat ze later ook, wat ze jou vaker hebben gezegd, is jaloezie. Ja. Zoals Rollo zegt het bijvoorbeeld weer, van jaloezie is een evolutionaire of een religieus component, maar het maakt niet uit. Het is een factor die wij als mens hebben. Ja. En waarom is dat zo? Is omdat het ons misschien beschermt van iets. Dus als ik boos word, het is niet met een, het komt niet uit het niets. Het is omdat je misschien een bepaalde grens over bent gegaan. Ja. Hetzelfde als je misschien moet huilen omdat je iets hebt verloren. Net zoals jaloezie is van, is omdat je denkt, omdat je misschien evolutionair of whatever het weet van als mijn vrouw of mijn partner dit doet, dan word ik jaloers uit een beschermingsmechanisme, want dit beschermt de relatie, heeft het zich dus een functie. En betreft het veel hebben van veel zaad, om maar even zo te zeggen, niet al het zaad komt bij het eitje aan. Dus je moet zoveel mogelijk schieten, omdat de kans anders relatief klein blijft. Dus het heeft niks te dat heeft er niks mee te maken. Nee, dus maar wel hoe vaak je kan schieten. Ja, dat is wel weer een ding. Maar dat is hebben ook jullie de video bekeken van de universiteit, Nederlandse universiteit, dat kwartiertje film? Die heb ik, ik gisteren naar jullie gestuurd. Oh. En zij vannacht. Nee, gisteravond. waarin ze heel, nou ja, er is een heel groot probleem. Dus ik wil even overstappen naar het feit. Ik wil er meer van weten. We gaan even naar het spermaverhaal. Want nogmaals, er is een reden waarom we nogmaals zoveel sperma, waarom de man zoveel sperma heeft gekregen. Namelijk, wat je al zegt, ik heb op Quest, daar kun je, die hebben heel mooi spermaverhalen, hebben ze daar op Quest Magazine. Okay. En daar leggen ze ook uit de reis van het sperma. Ja, dat is echt een, nou ja, die haai met dat ene, weet je nog, al die haaien die achter dat ene visje aan proberen. Ja, het is geweldig als je beseft hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Ja. En hoe fenomenaal dat eigenlijk is. En dus dat sperma, die moet heel, het soort door een doolhof, bij een wijze van vette hindernisbaan om uiteindelijk. En dan is die bij dat eitje. Een soort bootcamp. Het is een bootcamp voor bootcamp dat. Voor die visjes noem ik snap het maar je? Voor de visjes inderdaad. Maar wat laat de vrouw helaas zien, en scientist.nl ook, overal ter wereld is vruchtbaarheid van mannen gehalveerd. Ja, en het dreigt dus nu echt een crisis. Ja. En dat is wel echt. Daar wordt niet over gesproken. Er wordt wel over gesproken in Nederland van vrouwen krijgen te weinig kinderen. Maar een van de redenen waarom vrouwen ook weinig kinderen krijgen is omdat het spermazaad van het zaad van de man te laag is. Het kwaliteit niet meer goed is. Ja, maar dat is een heel topic op zichzelf. Heel onderwerp. Want ik had van Andrew Huberman had ik ook een podcast van Eisenberg. Dr. Eisenberg, volgens mij. En die zegt dat die was er niet helemaal. Dat is inderdaad de tendens nu, is dat het verlaagt, zeg maar. En ik ben even haar naam kwijt, maar zij zei het ook, dat door middel van het aantal plastic en hoe de leefsel is, dat het ook allemaal verlaagt. En dat zelfs het de namen dan veel meer invloed zou hebben op als je een jongetje krijgt dan als je een meisje krijgt, zeg maar. Ja, heel veel vrouwelijke hormonen Dus dat is echt heel veel uitzoekwerk in afval nog. Zit.
Maar ik denk ook wel van in het kader van ouder, misschien toch ouder worden. Kijk, hoe ik het altijd zeg, op een gegeven moment, je gaat dood. Als, ja, ik denk dat stom, maar je tafelt af. Alleen je bent ermee bezig door een goede leefstijl te hebben, om dat zo gezond mogelijk en zo ver mogelijk uit te stellen. Zeker na je 40ste, maar eigenlijk al eerder, is het al, ben je gaat er al op de weg terug. Ik vraag me alleen je lichaam, af, hè? De vraag, ja, is het ook aan het afnemen misschien, is omdat mannen gewoon niet meer reproduceren. Dus dan heeft, dit is gewoon een hypothese, maar heeft dan bewijzen van het lichaam zoiets van, oh, nou, wij maken toch geen kinderen meer, ik hoef niet meer zo'n... Nou, laten we afspreken dat we hier een aparte uitzending over aflevering over maken. Ja, want er zijn een heleboel oorzaken inderdaad, die we kunnen uitspitten en waar we hopelijk ook... wat aan kunnen bijdragen. Nou, je zegt dit hier wel. Kijk, ik bedoel, vergis je niet, hè, als het gaat om slechte gezondheid. Dat is een aspect, ja. Dat is echt wel een ding van deze tijd. Nou, wat de video zegt, wat de Universiteit Leiden of uit heel goed uitlegt, wat ze zegt, is sowieso is het een kwestie van obesitas en overgewicht. Dat is één. Dat is een hele grote factor. Spullen in het plastic. Ja, maar het meeste is nog het overgewicht. Nou ja, en toch het een hele grote vorm. Daar kun je wat aan doen. Ja. Ik denk ook, en dat, hier heb ik geen bewijs denk ik voor. Ik kan misschien wel iets zeggen. Maar ik denk ook omdat mannen gewoon... Ja, aan de ene kant, het is maar ook weer een gedachtenis hoor. Maar als mannen zo vrouwelijk worden gemaakt... Ja, wat heeft sperma dan voor functie in dat opzicht? Ja. Als het mannelijk component wordt onderdrukt, is dat je niet meer man mag zijn. Ja. En dit is onderdeel van het man zijn, ja. Laten we daar een aparte aflevering over maken, inderdaad. Want dat heeft zeer grote gevolgen. En de noodklok wordt echt wel... En je hoort het bijna nergens. Je hoort het bijna niet, inderdaad. Ik kom er weinig tegen. Terwijl eigenlijk hoor je bij opleidingen die daarover gaan, hoor je het wel, maar je hoort het niet in het nieuws. Nee. Dus de volgende keer gaan we het daarover hebben. Ik zal even Het is ook misschien wel. Dus ik vind het misschien ook niet zo heel gek. Want aan de ene kant wordt er ook weer gezegd vanuit van de klimaathoek dat we met te veel mensen zijn. Ja. Dus ja, waarom zal dat dan? Ja. 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 Weet je, ik zeg niet dat, hè, want dan laat ik het zo zeggen. In het kader zijn van dat je ruimdenkend bent, sta dan ook open voor de. Voor de mogelijkheden die je in de eerste instantie niet zou verwachten. Of die heel eng zijn. Of die denkt, het zit niet. Dat zit gewoon ver weg van mijn bedje. Ik probeer daar ook open voor te staan. Want ik denk dat in de zoektocht naar van wat is. Hè, laat ik het dan maar zo zeggen. Moet je in staat zijn om dat te doen. En dat je ook maar om mee te geven van persoonlijke groei. Ik weet niet of je een beetje wil afsluiten. Maar is dat je op die manier ook echt kan groeien. Is van dat je bereid moet zijn om te luisteren, maar ook zien van shit, misschien is mijn wereldvisie wel gewoon fout. Misschien moet ik dat toch wel gaan aanpassen. Ja. Ik wil afsluiten met een paar stellingen. In het kader van de open relaties. Mogen we daarop reageren? Ja. Is de bedoeling? Okay. Ja. Ja. Handen bij de knop. Die staan helemaal onderaan in de notes. Of nee, die heb ik niet. Ik ga ze gewoon zeggen. Niet staan. Nee, klopt. Ja. Maar ik wil toch eindigen met een paar... Maar we gaan niet meteen antwoorden, want eerst eventjes de luisteraar en dan wij. Paar stellingen die passen bij de open gezeur. Vreemd gaan overkomt je? Nee. Nee, lijkt mij ook niet. Want? Nou, je kan niet zeggen aan mensen van... Ineens had ik mijn kleren uit. Ineens was mijn tong in zijn mond. Lag ik in bed. Ja, kan nee, niet. Ik vind niet dat je kan zeggen van alles is maakbaar en jij bent in controle. En je maakt je eigen keuzes. En als jij foute keuzes maakt, is het jouw schuld. Maar dan in dit geval is het van, oh, maar dat gebeurt me zomaar. Ja, dat rijmt dat niet. Dat kan niet. Dat betekent eigenlijk dat je jezelf toelaat. Je laat het jezelf toe, want het gaat in je hoofd. Er gebeurt. Je kunt je alle signalen zie je al. En dan is het eigenlijk al de vraag bij signaal 1, 2, 3. Wat doe je daar? Kijk, als je bij 4 zit, dan ben je al verloren. Ja, ik vind gewoon zwak. Ja, het is gewoon voor zwakke mensen. Mensen met een zwakke. Ja, dus als je zegt, ja, het is me overkomen, dan is het eigenlijk. Het komt allemaal op zelf neer. Alle stellingen van je hebt je verantwoordelijkheid niet gepakt. Klaar. Nee, en soms is het moeilijk om een beetje tegen de natuur in te zwemmen. Maar dat is dan de vraag of je dat doet. Ja. Teleurstellingen horen bij het leven? Ja. Ja, denk ik wel. Als je de mentale gezondheid mag geloven, cijfers, dan is er genoeg teleurstelling.
Ja. En ik denk ook dat teleurstellingen moeten. Teleurstellingen moeten om te groeien. Om ergens te kijken. Er is iets, je doet iets, er is frictie. Het lukt niet meteen. Je leert van teleurstellingen kijken. Wat is er aan de hand? Waarom mislukt het? Wat wil ik eigenlijk? Je gaat je dingen afvragen met die teleurstelling. En je kan ook denken, maar ik wil het wel. Dus je gaat doorzetten. Dus ik denk dat er een heleboel aspecten bij teleurstellingen komen waar je van groeit. Ja. Het is geen liefde, maar lust wat ons drijft. Ja. Nee. Wat? Nee, ik denk... Oh, wacht even. Nee, maar als in nu, toch? Hoe het nu gaat, bedoel je dan? Ja. Hoe interpreteer je het? Nee. De man zegt ja en de vrouw zegt nee. Ik dacht meer vanuit een... tegenwoordig is het niet meer in de zin van liefde wat leidt, maar het is de lust. Exact, en waarom is omdat alles wordt op het seksuele wordt nu zwaar gepromoot. Ja, het triggert dat is mensen. Zeg maar, het is marketing. Ik zou het haast zeggen van... het is in de sportschool in het kledergedrag, daar doet het bewijs van al. Wat? Nou, als jij in de sportschool... Kijk, de leggings, het constant maar half naakt willen zijn, zeg maar. Het constant, het aandacht. Het is allemaal op het seks. Ja, dat vinden mensen niet leuk om te horen, maar dat interesseert me niet. Het is allemaal wel onderbewust, puur vanuit de biologie, op het seksuele domein bevindt het zich. Nou ja, de vrouw weet dat als hij zich op een bepaalde manier kleedt en gedraagt, dat de biologie erop reageert. Ja. Hè? Het mannetje reageert op hoe ze zich gedraagt en wat ze... Dus... Maar dan hengel je hem binnen, maar dan hou je hem niet binnen, want je hebt het alleen over de lust. En als het niet met eigenwaarde en zelfvertrouwen gaat, dan is het korte termijn. Ja, ja. Dus dat is hoe ik het vandaag zei, dat het nu wel zo is. Ja. En als je kijkt naar de eenzame man en dat voorbeeld van Twitch wat ik aangaf. En dat je in reclames en dat je in series en dat je in alles wordt... seks verkoopt. Ja. En dan wek je dat lustcomponent ook gewoon veel meer op. Ik zal zeggen dat tegenwoordig nu veel meer leidt. En wat je zelf ook in de... niet in deze, maar wat je hier ook allemaal zei of wat getypt van... dat je maar seksueel vrij moet zijn en je moet alles ervaren. Ja, dan wordt het ook op die manier geleid. Dus... Ik denk dat het beloningssysteem heel erg leidt. Het verslavingssysteem. Dat leidt heel erg. Dus of dat nou seks is of suiker of... meteen die dopamine hit krijgen en die zorgt er weer voor dat je weer verder wil. Ik denk dat dat trekt je naar het slechte pad, zeg maar. Voor mijn gevoel. Ja. Dat systeem wat nu overgecompenseerd overal aanwezig is eigenlijk. Ja. Te veel aanwezig. Ja, je zegt dat trek je naar het slechte pad, hè? Naar het zwakke pad in ieder geval. Nou ja, je wil vaker, je wil meer en het is niet gezond voor je. Ja, ja. Oké. Dat was het. Ja. Okay. Ik denk dat we het hierbij moeten laten voor deze aflevering. Ja, en ik zou dolgraag mensen hierover willen horen wat zij ervan vinden. Ja. Soms denk ik van, wat ben ik standvastig en heb ik mijn eigen gezonde beeld, hè? Zeg maar even voor mij gezond. Maar ik wil me best laten overtuigen, maar ik voel hem niet. Dus kom met reacties. Ja, reacties. Het zou wel leuk zijn als iemand die tegenover je zit, want reacties die hebben zo weinig inhoud. Dus dat is een beetje het vervelende. Ja. Kijk, weet je, ik vind het prima als jij dat echt, als dit jou, laat ik het zo zeggen, als jij hier echt van overtuigd bent en jij besmet bij wijze van niet je maatschappij zo erg, of je kan zeg maar in ieder geval de verantwoordelijkheid pakken van jouw keuzes. Dan heb ik al zoiets van, doe je ding. Maar dat gebeurt gewoon niet. Nee, want het gaat wel over onze toekomst, hè? Ja. Hoe gaat onze toekomst eruit zien als we met z'n allen dit oké vinden? En misschien komt er iets oké's uit als je doorvraagt en doorpraat. En wat zijn de verantwoordelijkheden? Maar ik zie het niet, dus ik hoor het graag. Ja. Nou, lieve kijker. Ik hoop dat jullie in ieder geval... zijn uitgedaagd om verder erover na te denken. En een open gesprek hierover durven aan te gaan. Om ook verder te kijken dan korte termijn. Ja. Om echt op lange termijn dingen na te kijken. En je verantwoordelijkheid zelf te pakken.
En misschien ook wat het doet met de ander per se. Ik denk dat dat ook niet vaak gebeurt. Nee. Dat je denkt van, luister, ik vind het wel leuk en ik ga ermee in. Maar misschien omdat dan toch die persoon in kwestie toch misschien wel signalen afgeeft van, ja, maar ik wil toch eigenlijk dat dit dan één op één blijft. Dan, nou, het is die ripple effect weer. Ja, en dan beschadig je zo iemand en die neemt het weer mee en die gaat anderen beschadigen. En dan... Of ik accepteer het omdat je anders bij me weggaat. Ja. Dat gaat uiteindelijk pijn doen. Ja. Ja. Nou, Mabel, Jeremy, dankjewel weer. Ja. Voor jullie ook, lieve kijker, dankjewel voor het kijken. Ik wil jullie toch weer vragen om zo lief te zijn om op die abonneerknop te drukken en op de like button. Als je denkt van, nou, ik vind dat jullie lekker op weg zijn, help ons dan hiermee, want daar kunnen wij weer mee aan de slag. Dus nogmaals voor nu, dankjewel voor het kijken en tot een volgende keer.